Aan de Van der Takstraat in Rotterdam heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. Het pand waar het vuur woedde ligt op het Noordereiland van de Maasstad. Het vuur lag in korte tijd een zolderetage in de as. Er zijn daarbij geen gewonden gevallen. De hulpdiensten rukten groots uit nadat het zijn middelbrand werd opgeschaald naar grote brand. De brandweer was na wat sloopwerkzaamheden op het dak het vuur snel meester. De oorzaak van de brand bleek een strijkijs te zijn welke de bewoonster vergeten was uit te doen, waarna de brand uitbrak. De brandweer heeft omliggende woningen kunnen besparen van verdere brandschade.